Net voor Bevrijdingsdag, omdat het me opviel hoe bepaalde verhalen wel worden herinnerd, wel worden herdacht en andere verhalen niet. En hoe dit structureel gebeurt. En wat een gemis dat is. En als we zeggen we willen nooit meer de verschrikkelijkheden van zo'n oorlog doen. Hoe kan het dan dat wij nu nog steeds mensen hebben die verdrinken in een zee, die vluchten naar een betere toekomst. Althans, dat is wat ze willen. En hoe kan het dan dat we het daar niet over hebben? Hoe kan het zijn dat we zoveel verhalen missen? Zeker als we nu denken over wat er gebeurt in Ethiopië. Tigray, we hebben het er niet over. En herinneren is iets wat we actief doen, maar vergeten is ook iets wat we actief doen. Actief in stand houden. En daarop heb ik dit nummer geschreven. Forget to remember. Freedom for a few. To remember, it's all of us.
Dank jullie wel. Goedenavond. Dankjewel, Shizani, voor deze fantastisch mooie song. Ik heb begrepen, ergens op je website volgens mij, dat je naam betekent kroon. Mooi. Ik begreep ook dat je straks misschien ook nog deelneemt in de discussie, dus dat is heel fijn. Welkom allen. Ik ben Lisbeth Bik, voorzitter van de Academie van Kunsten, sinds april, 1 april om precies te zijn. Ik ben blij dat we hier allemaal tezamen kunnen zijn voor deze bijzondere avond met Fanbar Sharif, Anthony Heidweiler, waar zit je daar helemaal, ja? Ernestine Komvalius, ja? Die zullen worden ingeleid en geleid door Fiep van Bodegom. Sorry. De jaarlijkse Black Achievement Month in het kader van deze avond heeft als doel de talenten van mensen met Afrikaanse roots in de schijnwerpers te zetten. En ik heet John Leerdam en Peter Sanchez van de stichting Black Achievement Month, beide hier aanwezig, van harte welkom. Het thema van dit jaar is verbonden generaties van de Black Achievement Month. John Leerdam, de artistiek leider van deze organisatie, verwoordt dit zo. Iedere generatie wordt gevormd en bouwt voort op een vorige generatie. Geeft het stokje door aan de toekomstige generatie. Staat op elkaars schouders. Het verleden werkt door in het heden en heeft gevolgen voor de toekomst. Dit gegeven, dit besef is essentieel. Vorig jaar verwelkomde de Academie in het kader van dezezelfde Black Achievement Month onderzoeker en schrijver Asfa Beinaar. Zij sprak over de kracht van verhalen in de strijd tegen racisme. En vanavond staat Fanbar Sharif stil bij de verbondenheid van zijn kinderen met het verleden en hij bespreekt zijn eigen strijd om zich ergens thuis te voelen en zijn hoop voor een betere toekomst. Deze avond is een initiatief van de werkgroep Bomen die langzaam groeien hebben diepe wortels. Deze werkgroep startte in 2020 op initiatief van operamaker en directeur van de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam, Anthony Heidweiler, die straks ook nog aan het woord komt. De groep, en ik ben daar zelf tot mijn geluk ook deel van, bestaat uit wetenschappers, kunstenaars en onderwijsvernieuwers die literatuur beschouwen als instrument om het gesprek over ongelijkheid op basis van huidskleur en afkomst te voeren. De grondgedachte is dat het proces van verandering in de samenleving ten aanzien van racisme alleen structureel en duurzaam kan plaatsvinden als jonge, maar trouwens ook oudere, mensen een groter historisch besef krijgen van de reikwijdte en de impact van racisme door verhalen erover te lezen vanuit het perspectief van vooral schrijvers van kleur. De combinatie van literatuur, zowel romans als wetenschappelijke analyses en essays biedt, is de hoop van de werkgroep, een ingang om betere woorden te vinden voor deze gesprekken. En wat zou het mooi zijn als we zulke bomen overal in het land kunnen laten wortelen. Van de groep zijn vanavond aanwezig Adriaan van Dis, Anthony Heidweiler, die ik al noemde, Annelies ten Haven en Sumitro Bodipuro live aanwezig. En Marjolein Dunk en Marloes Hulsken zijn online. Vragen die de werkgroep zich stelt zijn onder meer, en zeker niet alleen maar deze, hoe maak je racisme bespreekbaar? Hoe bereiken we als samenleving een ander niveau van het spreken over racisme? Waar zijn we bang voor? Wat gebeurt er als we het erover hebben? Waarom lezen we samen? Hoe kun je mensen helpen, of onszelf helpen, ons en zich te verdiepen in het gesprek over racisme zonder te oordelen? Hoe geef je vorm aan het nemen van verantwoordelijkheid? Ik wil met u graag delen wat mij trof toen ik over Ongekende Liefde het boek van Fanbar Sharif las. Ik heb dat boek nog niet zelf gelezen, maar ik ga het natuurlijk zeker lezen. Ja. Hij richt zich tot zijn dochter en vertelt haar over zijn geschiedenis en die van zijn familie en van hemzelf om haar weerbaar te maken. En ik citeer, om haar houvast te geven in onbegrip in een wereld waar meningen steeds scherper tegenover elkaar komen te staan. Waar het gesprek een spel van aanval en verdediging is. Waar de ruimte voor het luisteren naar opvattingen van een ander steeds kleiner wordt. Waar verschillen worden benadrukt.
De reden dreigt te verliezen van de emotie en het eigenbelang het wint van empathie en begrip. Op dit moment zien we veel ongelijkheid en polarisatie, terwijl de klimaatcrisis de druk nog verder verhoogt. Wat wil en kan een academie van kunsten in godsnaam betekenen in deze complexiteit? In ieder geval niet verdelen, maar verbinden, om bij te dragen aan het onderkennen van de verbanden tussen al deze crisissen en de wereld anders en andersom misschien te denken. Vanuit het perspectief dat kunst een middel is om onszelf en de culturen die wij voorbrengen te begrijpen of beter te begrijpen. Want als je niet in aanraking komt met de verbeeldingskracht van andere ideeën, dan is het moeilijker je in te leven in een ander. Dat is waarom we lezen, schrijven, met elkaar spreken en luisteren. Fiep van Bodegom zal de avond verder begeleiden en een toelichting op het programma geven. Zij is redacteur bij literair tijdschrift De Gids. Ze studeerde literatuurwetenschappen en cultural analysis aan de Universiteit van Amsterdam en publiceert recensies, essays, interviews, vertalingen en proza in verschillende dag- en weekbladen en literaire tijdschriften. Ze staat geregeld op literaire festivals en podia als panelhost en interviewer, waaronder Winternacht het Internationaal Literatuurfestival in Den Haag, Perdu, Crossing Border en Spui 25. Fiep, aan jou. Dankjewel. Dankjewel, Lisbeth Bik, voor uw introductie. We hebben net allereerst geluisterd naar Shishani, een internationaal optredend en veelbekroonde zangeres, gitarist, liedschrijver. En haar werk en de plaatsen waar ze optreden hebben vaak een activistische inslag, zoals ze zelf ook al zei. We zullen haar later vandaag terugzien op het podium. Maar nu eerst is er de lezing van Famba Sherif. Geboren in Liberia bracht hij zijn tienerjaren door in Kuwait, vluchtend voor de Eerste Golfoorlog en niet in staat terug te keren. Naar Liberia, dat werd geteisterd door een burgeroorlog, kwam hij begin jaren 90 in Nederland terecht. Hij schreef 5 romans in het Engels en Nederlands en onlangs verscheen Ongekende Liefde. Liefdevolle herinneringen aan zijn vooroorlogse jeugd en enorme familie, generaties van eerbiedwaardige dichters en schriftgeleerden, aan zijn moeder en grootmoeder, opgetekend voor zijn dochter. Na de lezing van Sherif is het woord aan Anthony Heidweiler, operamaker en directeur en, zoals we hoorden, directeur van de Academie voor Theater en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en initiatiefnemer voor de eerder genoemde werkgroep Bomen die langzaam groeien hebben diepe wortels. Daarna is het woord aan Ernestine Convalius, voormalige en eerste directeur van het Bijlmer Parktheater. Is Convalius decennia lang actief geweest in het theaterwezen, maar nu richt ze zich op literatuur na haar pensionering. Tot slot zal ik in gesprek gaan met alle gasten en is er ook voor u ruimte en tijd om vragen te stellen, dus grijp die kans. Maar nu geef ik het podium aan Famba Sherif. Dank u. Dankjewel, Fiep. Goedenavond, dames en heren. Ik voel me vereerd om hier te zijn vanavond. En ja, het is heel bijzonder. Wij vieren Black Achievement Month. En ja, dus ik vind het heel erg bijzonder om hier te staan. Het thema van mijn lezing is verbonden generaties. Het thema ook van de Black Achievement Month. Enkele jaren geleden, voor de coronacrisis, zat ik in de trein tegenover een vrouw met een Aziatisch uiterlijk. Azië heeft mij sinds mijn kindertijd gefascineerd. Misschien begon het op de dag dat ik, snuffelend tussen de boeken van een van mijn oudere broers, een fotoboek aantrof, met daarin een beeld van een Chinese vrouw op een scooter die op het punt stond de Gobi-woestijn te doorkruisen. De grootsheid van de woestijn tegenover de nietigheid
van de fragiel, kwetsbare vrouw ontroerde me. Of had mijn aangewakkerde interesse te maken met de Chinese en Indiase films waarmee ik opgegroeid was? Ze voedde mijn fantasie en mijn nieuwsgierigheid naar die kant van de wereld. Dus ik ging me verdiepen in Azië, in haar diverse culturen, in de eeuwenlang traditie van grote dichters van China, maar vooral in het werk van schrijvers zoals Pramudia Anantatur uit Indonesië, Rabindranath Tagore uit India, Mishima en Kawabata, Kisaburo Oe uit Japan en anderen. Maar ik hield het niet bij de literatuur. Ik dompelde me onder in de rijke en gevarieerde films die mijn kijk op dat deel van de wereld verbreden en beïnvloeden. Hoe ik naar Azië keek, werd dus bepaald door wat ik zag en las van haar kunstenaars. Ik hoorde net zo goed thuis in de tedere en bij vlagen hartverscheurende wereld van de Indiase filmmaker Satyajit Ray als in de ruwe en harde wereld van de Japaner Akira Kurosawa. Vanwege die band met Azië voelde de ontmoeting tussen mij en deze vrouw in de trein zo vertrouwd. Het was alsof we elkaar al lang goed kenden. Ze machte aanstaten om met mij in gesprek te komen, door haar hoofd richting mij te knikken. Dat subtiele gebaar dat bij zwarte mensen, waar ook ter wereld, gangbaar is. Alsof ze willen zeggen, ik zie je broer, ik hoor je, ik weet dat je bestaat. Deze Aziatische vrouw was waarschijnlijk van Moloks afkomst. Ze droeg misschien de pijnlijke geschiedenis met zich mee van gedwongen vertrek uit een vertrouwde omgeving met de belofte om ooit terug te keren. Mijn vermoeden werd bevestigd. De vrouw had inderdaad een Molokse achtergrond, maar haar geschiedenis bleek ook een verrassende wende te hebben. Onze gesprek en wat daaruit voortvloeide die dag vormen het thema van mijn lezing en van mijn onlangs verschenen memoire Ongekende Liefde. Dat thema is de verbondenheid van generaties. De vrouw verraste me door te zeggen dat haar grote vader uit Liberia kwam, uit mijn land van herkomst. Ze koesterde mooie herinneringen aan hem. Hij was lief en zorgzaam, maar over zijn land van herkomst, Liberia, had hij weinig te vertellen. Of ze was te jong om zich zijn verhalen over dat land te herinneren. Het gesprek tijdens de treinrit spitste zich toe op de interesse van de vrouw in wat haar een Aziatisch Afrikaanse Nederlander met Afrika verbond. Het besef dat we een gemeenschappelijke verleden hadden en dat ik de link was naar dat verleden, verplichtte me om de draden waaruit die band bestond te ontwaren, te verduidelijken, ze stok voor stok te identificeren en elke draad een naam en een plaats te geven. Hoe moeilijk en complex in elkaar geweven die draden ook waren. Ik wilde haar deelgenoot maken van het inzicht dat die draden deels bestond uit verhalen van diverse volken in Liberia en elders op het Afrikaanse continent. Volken die een gemeenschappelijke verleden deelden dat doorgegeven werd door het vertellen van verhalen en legendes, gesmeed door Jelis. Deze Jelis, of griots, waren mensen die met dezelfde overgave over het woord
over het verhaal, waagden als over hun eigen leven. Het woord jeli in de Mandetaal betekent bloed. De jeli's ontwikkelden dus bloedbanden door middel van het woord en namen de verantwoordelijkheid om het woord van de ene generatie op de andere over te leveren. De draden waarmee de verhalen werden geweven, lichten ook de belangrijke en bepalende gebeurtenis vast, waarbij grote groepen mensen van overal in Afrika geboeid en getekend, gedwongen werden een gevaarlijke tocht te maken richting het onbekende. Richting een ongewisse toekomst waarin overleven het voornaamste doel was. De dapperheid, de moed, het doorzettingsvermogens van deze mensen zag ik in het gezicht van de vrouw terug en zie ik nog in de gezichten van taallozen en de diaspora. Stelt u voor dat een mens, een weldenkend, slim en prachtige mens, in het pril begin van zijn leven, of op het hoogtepunt daarvan, op een dag als zijn omgeving wordt geplukt en weerloos in een andere wereld wordt geplaatst. Stel dat hij of zij het verder leven moet doorbrengen in de wetenschap dat de vrijheid waarover het merendeel van de bewoners in dat deel van de wereld beschikte, buiten zijn bereik was. Welk ondraaglijk het lijden moet de toetslaafgemaakte mensen doorstaan hebben en het dagelijks besef dat vrijheid een niet te verwezenlijken droom was. Ze moesten creatief en vindrijk zijn om hun onmenselijke bestaan te doorstaan. En creatief en vindrijk waren ze. Ze weefden nieuwe draden naast de oude. Ze smeden nieuwe banden en gaven hun pijnlijke en troostrijke ervaringen door aan volgende generaties. Ze zongen Afrika tot leven. Ze waagden over haar talen, over het woord. In het geheim klampte ze vast aan haar gebruiken. Ze mengde hun talen met die van de wereld waarin ze woonden tot iets nieuws en prachtigs. Ze vonden nieuwe talen uit. En ook in die nieuwe talen klonken vlaarden door van de oorspronkelijke talen, de Afrikaanse talen, de talen van de landen van herkomst. Tijdens zijn reis door het Caribische gebied trof de schrijver V.S. Naipaul uit Trinidad en Tobago een volk in Suriname aan met een opvallende taal. Het volk woonde in het bos. Het waren Marons, gevlucht door de verschrikkingen van de slavernij. Het gevolg van die keuze was dat ze in isolement en onder erbarmelijke omstandigheden moest leven. V.S. Naipaul was een grote schrijver. Alhoewel hij er in zijn analyse van de volken van landen die hij bezocht soms en tot grote ergernis van kennis flink naast zat en ziek veel woede op de hals haalde, zoals in India gebeurde. Bij deze gemeenschap van Marons in Suriname trof Naipaul iets bijzonders aan. Ze beweerden dat hun taal die geschreven was, tot stand was gekomen doordat een man uit hun midden een droom had waarin een voorouder hem het alfabet van die talen leerde. Maar wat de Marons van Suriname niet wisten, was dat aan de andere kant van de oceaan, in Liberia om precies te zijn, een volk woonde met dezelfde schrift en in de identiek ontstaan geschiedenis. En ik heb het voorrecht, dames en heren, om het boek in die taal van die volken van Suriname hier te krijgen, het Afaka-schrift, een geschenk van Peter Sanchez. Ik ben heel erg blij mee en ik kan niet wachten om daarin
te verdiepen. Heel bijzonder. Dit is slechts een voorbeeld van hoe religies, gebruiken en talen die in de diaspora gehanteerd of gesproken werden, te herleiden zijn naar het moedercontinent Afrika. De band die toen slaafgemaakte mensen met Afrika hadden, was juist door de spirituele relatie zo sterk, dat ze geloofden dat overledenen een reis maakten onder de oceanen door om zich te herenigen met de voorouders in Afrika. Dat geloof was een overlevingsmechanisme. Het in leven houden en overleveren van die band aan de volgende generatie was hoe de tot slaafgemaakte de barbarij doorstonden. De vrijheidsbeperkingen hielden ook in dat de tot slaafgemaakte voor geen toegang hadden tot praktische zaken als bijvoorbeeld medische zorg. Ook op dat gebied waren ze aangewezen op de kennis die opgedaan was in het land van herkomst. Kennis die zich binnen hun gemeenschap ontwikkelde in wisselwerking met wat de natuur hen gaf. Ze herkenden zelfs in die nieuwe wereld de heilzame kracht van kruiden, maar ook de vernietigende kracht. Het succes van de Haitiaanse revolutie bijvoorbeeld, de eerste en enige opstand van slaven in de geschiedenis, die leidde tot een onafhankelijk land, was grotendeels te danken aan twee kruidendeskundigen. De eerste, Macandow, had bij een ongeval een arm verloren. Hij werd van zware werk vrijgesteld. Als hij niet met het verzorgen van paarden bezig was, wijdde Macandow zijn tijd aan het bestuderen van de werking van kruiden, aan het luisteren naar de fluisterende stemmen van de bladeren, die eigenlijk de stemmen van de voorouders waren. Zodoende leert hij de meeste giftige kruiden te onderscheiden van andere kruiden die voor genezing dienden. Gewapend met die kennis van de natuur en vertrouwd met haar geheimen, ontketende Macandow een opstand die jaren later via een van zijn leerlingen, Toussaint Louverture, ook een kruikundige en befaamde genezer, zou het uitmunden in de Eerste Zwarte Republiek, Haiti dus. De verhalen van Macandow en Louverture hebben andere zwarten in de Verenigde Staten zeker geïnspireerd om in opstand te komen tegen slavernij. In de trein vertelde ik de Afrikaanse, Aziatisch-Europese vrouw over Harriet Tubman. Een moedige vrouw die het durfde in de Verenigde Staten van de 19e eeuw in opstand te komen. Jong en voor de buitenwereld schijnbaar naïef. Een succesvol overlevingsstrategie voor veel zwarte mensen tijdens de slavernij. Wachten ze het om vanuit de zuidelijke staten richting het noorden te vluchten met een horde slavendrijvers achter haar aan, met de natuur en enkele vertrouwde witte mensen als haar enige gids. Ook in de Antillen waren er moedige mensen als Harriet Tubman. Ik noem hier iemand als Tuller, de leider van de Curaçaose slavenopstand in de 18e eeuw. Op het continent Afrika zelf waren eveneens krachtige voorbeelden van voorvechters van vrijheid. Hun verhalen, soms bekend, soms onderbelicht, zijn ook draden die generaties met elkaar verbinden. Omdat mijn reisgenoot en ik allebei wortels in Liberia hebben, vertelde ik haar over het ontstaan van het land. Zwarte mensen in de Verenigde Staten wezen de droom van terugkeer naar Afrika te verwezenlijken door daadwerkelijk in de boot te stappen en huiswaarts te varen om daar Liberia te stichten. Liberia, letterlijk het land van vrijheid.
Het beloftevol begin ging gepaard met fouten en had soms desastreuze gevolgen. Maar in het nieuwe land bracht ook grote namen, maar het nieuwe land bracht ook grote namen voort. En het Pan-Afrikanisme in het aanwakkeren van zwart bewustzijn. Namen als Edward Wilmot Blyden. Geen menselijke inspanning en zonder het maken van keuzes en stappen die achteraf verkeerde blijken. Dat is niet anders als het gaat om de strijd van zwarte mensen voor hun recht. Er zijn tegenslagen geweest, momenten waarop het doel verloren leek. Maar dan dienden zich ook weer momenten aan waarop het doel zo helder was dat het bijna voelbaar werd. Op die momenten komt de hele wereld in beweging, zoals we afgelopen jaar zagen met Black Lives Matter. Het gemeenschappelijk doel om een rechtvaardige samenleving te scheppen en het leven van zwarte mensen als waardig levens te zien. Bij de massale protesten die de Black Lives Matter beweging maandenlang liet horen, kwamen zwart en wit naast elkaar te staan, omdat de ene mens zijn menselijkheid in de ander herkende. Maar het zou naïef zijn te denken dat die gebeurtenis van de ene op de andere dag tot volledig eengezindheid leidde. Het legt wel pijnlijk bloot dat er nog veel te winnen is als het om historische besef gaat van de rol die Nederland speelde in het verleden en hoe de ongelijkheid tussen wit en zwarte mensen overal in de huidige samenleving aan te wijzen is. Wat die vrouw tegenover mij in de trein, die tegenover mij in de trein zat, met mij in het nu bond, was het land dat we ons allebei eigen hadden gemaakt. Dat land is Nederland. Een land dat ook ooit uit meervoudige draden is geweven, maar waarvan sommigen niet al te positief zijn. Draden die onderbelicht of zelfs lange tijd verzwegen zijn en dus ontbreken in het collectief bewustzijn. Het is de plicht van Nederland om dat recht te zetten. Nederland was ooit een welvarend zeevaarnatie die eeuwenlang handel dreef met verschillende volken in Afrika, ook met volken in wat nu Liberia is. Ze noemden het land de Peperkust, dames en heren, vanwege de handel in specerijen. Veel van de manschappen op Nederlandse schepen, waarin van de crew of klauwvolk, verspreid wonend langs de kust van Liberia tot Ghana. Daar werd een draad tussen mijn land van herkomst, Liberia, en mijn land van aankomst, Nederland, gesponnen. Ook in Azië, en met name in China, Japan en Indonesië, streken de Nederlands koplieden neer. Het voert te ver om hier op de specifieke ontwikkeling van de kolonisatie van Indonesië in te gaan. Maar feit is dat daar de draad tussen de vrouwen in de trein en Nederland ontstond. Nederland recruteerde voor het Koninklijk Nederlands-Indisch leger KNIL, soldaten uit West-Afrika, om de oorlog in Indonesië te voeren. Een van de soldaten was de Liberiaanse grootvader van deze vrouw. Zo kwam haar grootvader in Azië terecht, trouwde en kreeg kinderen waarvan er één Nederlander zou worden. In deze vrouw kwamen dus drie continenten samen en daarmee een waaier van verhalen. Deze ontmoeting en het gesprek dat daaruit voortvloeide, weerspiegelde mijn poging om de draden waaruit mijn levensverhaal bestaan met die van mijn dochter te verbinden. Afrika en Nederland nader tot elkaar te brengen. Dit was mijn plicht tegenover mijn dochter. Mijn afkomst als Liberianen. Mijn leven in het Midden-Oosten en Kuwait om precies te zijn. En mijn vluchtverhaal tijdens de Eerste Golfoorlog met haar te delen. Want wie zichzelf wil leren kennen, moet zijn geschiedenis kennen.
Mijn dochter moest haar rijk geschakeerde erfenis kennen. Het was een noodzakelijke daad om die diversiteit en de meerwaarde daarvan te laten zien. Want te vaak delen we de samenleving in hokjes die door polarisatie en individualisering alsmaar enger worden. Dan lijkt het alsof we niet met elkaar, maar naast elkaar of gescheiden van elkaar leven. Ik poogde met ongekende liefde het tegendeel te bewijzen, door de draden waaruit ik bestond, met de rol van mijn moeder en mijn oma in mijn leven, te verweven met die van mijn dochter als kind van een zwarte man en een witte vrouw. Wees moedig, schreef ik aan haar. Wees moedig. Niets kan je menselijkheid afbreken. Alleen als je het toelaat, krijg je negatieve ervaringen vat op je. Je bent een kind met een uniek verleden en een toekomst die je om kunt buigen naar je eigen wil. Je komt voort uit een amalgaam van invloeden. Afrikaan, Europees, islamitisch, Joods en christelijk. Je bent de wereld, naamgenoot van mijn moeder. Door deze bewuste keuze te maken, door deze verbondenheid van generatie en geschiedenissen aan te duiden, werd ik aan een jong, donker meisje, aan mijn dochter en andere kinderen zoals zij, laten zien dat in de chaos van de huidige tijd een verhaal te vinden was van moedige mensen zoals haar oma, die de kracht vond om de koers van haar eigen leven te bepalen. Dat uiteindelijk het leven van mijn dochter voortvloeit uit de draden van verhaal, van verhalen die Makanda met Martin Luther King Jr. bindt, Tula uit de Antillen met de non-binair burgerrechtenactivist in Amerika en voorganger van de grootrechter Thurgood Marshall, mevrouw Polly Murray. De Nobelprijswinnaar Willis Soyinka uit Nigeria met de dichter en denker Aimé Césaire uit de Caribische gebieden. Nelson Mandela met Toussaint Louverture. De Liberiaanse, Molukse, Nederlandse vrouw met een meisje uit de favela in Brazilië. En dat in de Black Lives Matter acties van miljoenen mensen roepend om gelijkheid en waardige levens van zwarte mensen, de namen en inspanningen van de grote strijders van het verleden weer klonken. Dat een verleden, generatie op generaties, met de heden en toekomst van mijn dochter verbonden waren. Dat ze allemaal in wezen in zijn. Dat we allemaal in wezen in zijn. Dank u wel. Dank van me voor je woorden. Ik kan hier doorheen. Mijn naam is Anthony Heidweiler. Ik ben opgegroeid in een cultuur waarin niks toeval is. Alles komt voort vanuit iets. Nuchterheid heb ik last van. Het is een elke stap die ik zet, weet ik, voel ik, dat het voortkomt uit datgene wat achter mij ligt en datgene waar ik heen ga. Mij is gevraagd om te reageren, om mee te maken jouw verhaal. En ik kreeg jouw tekst gisteren, eergisteren. En daarom merk je weer dat niks toeval is. De afgelopen weken las ik een aantal boeken waarin ik voelde, waar leidt dit toe? Waarom moet ik deze boeken lezen? En ik kreeg jouw tekst, ik las jouw tekst en ik begreep waarom ik die boeken las. Prachtig.
deze reis die je beschrijft, en daar wil ik het over hebben. Ik wil weten wie die vrouw was die jij in die treinreis, tijdens deze treinreis tegenkwam. Daar wil ik even bij stil blijven staan. Ze maakte aanstalten, ik herhaal je tekst nog even. Zij maakte aanstalten om met mij in gesprek te komen. Door haar hoofd richting mij te knikken. Dat subtiele gebaar dat bij zwarte mensen waar ook ter wereld gangbaar is. Alsof ze willen zeggen, ik zie je broer, ik hoor je, ik weet dat je bestaat. Goed. Op het eerste oog een gewone ontmoeting tussen twee mensen. Wat wisselden deze twee mensen tijdens deze reis daadwerkelijk uit? Op dit moment vinden er op allerlei plekken in de wereld ontmoetingen plaats tussen mensen van kleur. Het zijn ontmoetingen die absoluut de zin in zich dragen. Ik weet dat je bestaat. Toen ik je deze zin net weer hoorde uitspreken, was dat voor mij weer het moment van die grote herkenning. Hoe vaak heb ik niet deze ontmoetingen gehad in een trein, in een bus, waar je ook binnenkomt. Het is die korte blik dat je elkaar aankijkt en je voelt die diepe verbondenheid. Wortels die elkaar ontmoeten in één oogopslag. Goed. De afgelopen week, dus die boeken die ik las. Het is een boek uit 1923. Ik deel het eventjes. Van de antropoloog Marcel Mauss. Het essay over de gift. The Hidden Life of Trees. Witte mensen, Joden en wij. Van Boutelja. En Stilte is mijn moedertaal van Adonia. Wat was nou die lijn, die twee lijnen tussen deze boeken? Wederkerigheid en animisme. Een woord wat ik lang niet had gehoord, maar ik kwam het een aantal keren tegen. Wederkerigheid. Ik ga even in op die antropoloog Marcel Mauss. Het is een boek uit 1923. Relaties die ontstaan wanneer mensen en groepen geschenken uitwisselen. Stammen en volken in Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland en Noord-Afrika kom je dat tegen. Daarvan kennen we het. Daarvan kende hij het. Het leggen van contacten, onderhandelingen en verbintenissen vonden allemaal plaats vanuit het principe van deze wederkerigheid. Wat is dat? Daarin zitten drie plichten die cruciaal zijn. De plicht om te geven. De plicht om te ontvangen. En de plicht om terug te geven. Wie zich onttrekt aan de plicht om terug te geven, wordt gestraft. Misschien toch goed om nog even erbij op te merken dat ik dit boek weer kreeg vanuit een tip, vanuit het lezen van het boek van Hans Boutelier, Het Nieuwe Westen. Het is een aanrader. Animisme, lang niet gehoord. Maar het maakte weer heel veel duidelijk. De animistische cultuur, ik heb het even voor mezelf weer opgeschreven, komt eveneens voort uit voornamelijk de antropologische literatuur. De animistische cultuur is afkomstig vanuit het zuidelijk halfrond van de wereld. Mensen van oorsprong, afkomstig vanuit het deel van de wereld, hebben nooit, zoals in Europa, een mentaal onderscheid gemaakt tussen mensen en de natuurlijke wereld. Voor de animist is alles bezield. Dat geldt niet alleen voor dieren en planten, maar ook voor bergen, rivieren, storm en regen. Terug naar de treinreis, de ontmoeting. Het besef dat we een gemeenschappelijk verleden hadden en dat ik de link was naar dat verleden, verplichtte me om de draden vanuit die band, waaruit die band bestond, te ontwarren. Te verduidelijken. Ze stuk voor stuk te identificeren. En elke draad een naam en een plaats te geven. Hoe moeilijk en complex in elkaar geweven die draden ook waren. Ik wilde haar deelgenoot maken van het inzicht dat die draden deels bestonden uit verhalen van diverse volken in Liberia en elders op het Afrikaanse continent. In dit gesprek
zijn de drie plichten beschreven door Marcel Mauss sterk aanwezig. Het geven, het ontvangen en het teruggeven. Die band die beschreven wordt, is de band die haar oorsprong vindt in het animisme. Voor mij. De draden staan daarbij voor mij, waar je het over hebt, de draden die je wilt ontwarren, staan symbool voor de wortels. De wortels die die ziel hebben. Die wortels die verbind ik weer met The Hidden Life of Trees. De bomen die langzaam groeien krijgen diepe wortels. Via deze wortels komen de bomen, houden de bomen elkaar vast, steunen en voeden elkaar. Op deze manier is er in de onderwereld een verbintenis tussen wortels. Lees zielsverwanten waarvan wij het bestaan niet weten. De wortels hebben daarin een plicht om te geven, te ontvangen en weer terug te geven. Dus die hidden life is dat bomen van dezelfde soort, die houden elkaar vast. Dus een boom hier in Amsterdam heeft een verbintenis met een boom in China. De draden, hoor, de wortels zijn voor mij de metafoor van het animisme en de wederkerigheid in het gesprek tussen jou en de vrouw van me. Ze staan voor de vraag die we ons momenteel stellen. Hoe gaat onze wereld klinken, ruiken en voelen als niet langer de Europese tradities superieur zijn? Welke rol gaat de kunst spelen als niet langer de Europese kunsttradities dominant zijn, waarin begrippen als goed en slecht en meer of minder dominant zijn, maar een wereld waarin we leven vanuit wederkerigheid. En beseffen dat we de natuur niet naar onze hand kunnen zetten. Vanochtend dacht ik weer, wie heb je nou ontmoet in die trein, Vamba? Wie was die vrouw? Wie heb je gesproken? Naar alle waarschijnlijkheid Moeder Aarde. Zij heeft deze avond georganiseerd. Zij wilde hebben dat je dit verhaal hield. Waarin wij troost vinden, inspiratie vinden en de moed om de volgende stap te zetten. Zoals je vanavond hebt beschreven en wat ik ken in je verhalen, wie zichzelf wil leren kennen, moet zijn geschiedenis kennen. Zonder die geschiedenis is er geen toekomst. Ik sluit af met een anekdote die voor mij verwijst naar het leren kennen van die geschiedenis en de titel van jouw lezing, Verbonden Generaties, en de titel van The Black Achievement Month. Met een verhaal over mijn overgrootvader, GGT Rustwijk. Die leefde van 1861... nog als slaafgemaakte geboren tot 1914. Ik ga terug naar de avond. Hij houdt een lezing in Paramaribo waarin hij de boom neemt als metafoor voor de verschillende culturen die leven in Suriname. Het is 1913. In het houten gebouw van de christelijke herrenhutters in Paramaribo spreekt een bevlogen zwarte man van achter een lessenaar. De spreker is de dichter George Gerardus Theodorus Rustwijk. In het Suriname van begin 20e eeuw een bekende verschijning in theaters en lokale kranten. Criticaster van het koloniale bestuur in Suriname. Ik haal er een klein stukje uit. Plots wordt er een einde gemaakt aan de liedjes. De vogels namen hun vlucht. De mens verscheen op het toneel. Vrijheid was in gevaar, maar het had geen angst. Terwijl de mens toekeek, zag hij de takken gebogen door het zware gewicht van de vruchten. Hij zag ook het
verschil in de kleuren van de bladeren. Van donkergroen tot zoetgeel. De mens ontdekt dat de bladeren voor het leven afhankelijk waren van de boom. En dat er eenheid was. Broeders, de boom waarnaar ik verwees is een waar symbool van vrijheid en eenheid. Goedenavond. Na het lezen van het referaat van de door mij zeer gewaardeerde Famba Sherif, tuimelden vele titels voor deze lezing door mijn hoofd. De rijkdom van zijn gedachtegoed geeft mij een scala aan herkenningsmomenten, beelden die resoneren met in mij nog sluimerende vragen en thema's, een bevestiging van nog niet geuite meningen. Ik zweefde van begrippen als onbegrensde nieuwsgierigheid naar eruditie. Diep geloof in de onmetelijke vermogens van de mensheid. De onbreekbare verbondenheid met de voorouders. Maar ja, en tenslotte toch de kracht van de ontmoeting. Dus ook ik heb het over de ontmoeting. Dat is de titel. Maar wel even anders. Famba maakt van elke ontmoeting een ontdekkingsmoment. Een leerexplosie waarin gesprekken, boeken, films en andere beelden hem dichter tot het begrijpen van de ander brengen. En wat een mooie manier om in het leven te staan. Ik observeer dat dialoog in Nederland over de gemeenschappelijke koloniale geschiedenis of over verschijnselen als racisme stokt. Omdat een deel van de mensen intensief bezig is met onderzoek hiernaar, zelfeducatie, en een ander deel wentelt zich in vluchtige onwetendheid, vaak verpakt in ongefundeerde meningen. Dus hoe bereiken wij diepgang in het gesprek als de inspanning niet van beide kanten komt? Famba heeft al in 2012, ik kwam een artikel tegen in het dagblad Trouw, de volgende uitspraak gedaan: het ontbreekt ons hier aan empathie. En om die empathie te vergroten, droeg hij zijn boek De Getuige als geschenk op aan Nederland. En in het boek komen onder meer vooroordelen, etnische tegenstellingen in de Nederlandse samenleving voor. Dat was in 2012. En wat gebeurt er in 2021? De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar Abdul Razak Gurnah, een Tanzaniaanse schrijver. Maar de Nederlandse schrijvers zwijgen hierover. En in de pers is er nauwelijks aandacht voor. Vorige week uitte de schrijver Abdelkader Benali in dagblad Trouw zijn misnoegen hierover in een puntige en snedige column. Ik citeer: nieuwsgierigheid naar de Afrikaanse, Aziatische of Arabische literatuur is bijna nihil. Nieuwsgierigheid verdraagt zich slecht met cynisme. Willen we de wereld begrijpen, dan zullen we de literatuur van de wereld moeten lezen. Anders komen we er nooit achter waarom mensen verhuizen, op de vlucht slaan of op een gammel bootje springen. En Famba's boeken, ja, die vallen voor mij onder die wereldliteratuur, waarmee we voorbij onze beperkte horizon kunnen reiken en ons wereldbeeld verbreden. Maar wij zijn in wezen alle één, geeft Famba aan in zijn lezing. En op een hoog abstractieniveau kan ik hem daarin goed volgen. Maar hoe krijgen wij de wereld zover dat men dat begrijpt, erin gaat geloven en daarna gaat handelen? Ik ontmoette jou, Famba,
Cherie, voor het eerst in het Bijlmerpark Theater, waar ik 11 jaar heb gewerkt en onlangs afscheid van heb genomen. En je was te gast bij een van onze programma's. De beste boeken van Afrika. Misschien was Continent Afrika een betere titel. Maar anyway, in dat programma, daar kwam ik je tegen. Het is een initiatief van Wim Bossema. En je sprak met name over je boek De Zwarte Napoleon. Als ik me niet vergis. Het boek waarin de legendarische Samori Touré uit West-Afrika centraal stelt en ons bekend maakt met zijn verzet tegen de Engelse en Franse grootmachten. En in het gesprek met Kiza Magendane, wiens eerste boek vandaag trouwens ook gepresenteerd wordt, dat boek heet Met Nederland in Therapie. De titel spreekt voor zich, maar in dat gesprek ontdekte ik de verwevenheid van jouw familie met die heroïsche geschiedenis. En jouw familie als beschermers van een eeuwenoude kennis, opgeslagen in goed bewaarde boeken. En ik heb met grote belangstelling je boek Ongekende Liefde gelezen, waarin je die complexe wereld waaruit jij voortkomt, zo teder uiteenvoudt voor je dochter en haar optilt als was je Anansi, de spin, en haar een plaats geeft in het web van jouw bestaan. Ik geniet van die manier waarop de magie een vanzelfsprekende plaats krijgt in jouw werk. Nu weer meteen, het is eerder ook al gezegd, aan het begin van je referaat, een magische ontmoeting met een Molukse nazaad van Liberia die op jouw pad komt, zodat jij een hele wereld voor ons kunt ontsluiten en tegelijkertijd nieuwe verbindingen kunt maken. En onlangs bij het duiden van een verhaal, wat ik heb geschreven, af en toe schrijf ik ook, met als titel De Wandeling, is uitgegeven door de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, NAPK. Ik moest het toch wel duiden, was nodig. Daarin beweer ik het volgende. In mijn wereld spelen voorouders en dromen een belangrijke rol. Wij krijgen voorspellende dromen of waarschuwingen. Tegelijkertijd kennen wij de westerse wereld en zijn wij ook westers geschoold. Maar dit alles verbinden wij met elkaar. Om onszelf te leren kennen, bestuderen wij de geschiedenis opnieuw. En kunnen we niet anders dan het westerse verhaal deconstrueren, want daaronder liggen wij begraven. Mijn taal, legde ik uit, is doordrenkt van symboliek, beeldspraak en metafoor, zoals vele talen van het Afrikaanse continent. Dat is uitdrukking van een bepaald mens zijn, waarin het hart en het hoofd, de geschiedenis en het heden met elkaar verbonden zijn. Nou, hier in mijn lezing vraag ik me af of jij deze denkwijze deelt, maar ik denk het wel. ik meen deze benadering echt te bespeuren in jouw werk en in jouw lezing vandaag. Je weet het kleine, intieme verhaal steeds weer te verbinden met de wereldgeschiedenis, de koloniale interventie en met de mythen en zagen van Liberia en andere Afrikaanse landen. En weet je, dat naarmate ik meer lees en leer over die koloniale periode, naarmate ik de indruk begin te krijgen dat die koloniale inbreuk misschien wel de grootste ramp van en voor de mensheid is. Dat kwam zomaar zo in mij op. Jouw boeken weken de verhalen los die in ons verborgen zijn. Dus ik kreeg bijvoorbeeld beelden van mijn tantes, mijn opvoeders, de hoeders van onze familienormen en waarden. Ik moest denken aan mijn opa, RBW Comvalius, Rudolf Bernhard Williams, maar hij werd altijd RBW Comvalius genoemd, die ik gelukkig gekend heb. Hij is geboren in de Para in Bersaba. Zijn moeder is vlak na de afschaffing van de slavernij geboren. En op die houtplantages in de Para hadden de tot slaafgemaakte veel meer vrijheid en de kans om te ondernemen. Dus na de afschaffing van de slavernij hebben zij de plantage gekocht voor zichzelf en hun nazaten. En de gronden mochten niet doorverkocht worden. Het behoort voor altijd de nazaten toe.
En RBW Convalius, die in 1898 is geboren, heeft begin jaren 30 nog in Nederlandse hoofdakte behaald, hè, wat heel uitzonderlijk was. Hij werd volwassen in een tijd waarin het koloniaal bestuur een andere vorm kreeg. Hè, onder de druk ook van de roep om zelfbeschikking in de kolonies. Dus het koninklijk statuut, dat kwam tot stand, 1954. En dat maakte ook de totstandkoming van politieke partijen mogelijk. In het huis van mijn opa aan de Timmermansstraat, nummer 16, waar ik ook geboren ben, heeft die oprichtingsvergadering plaatsgevonden van de Nationale Partij Suriname, NPS. En jaren later zou zijn schoonzoon via deze partij de eerste zwarte minister-president van Suriname worden. Johan Adolf Pengel. Het zijn die dingen die je triggert, die verhalen die verteld moeten worden, die ons helpen onze geschiedenis beter te begrijpen. Dat we allemaal in wezen één zijn, is jouw laatste zin. En in mijn eerder genoemde verhaal De Wandeling worstelt een personage genaamd Neo Cole met deze kwestie en zegt dat zij pas tevreden is, ik citeer, wanneer de aarde kantelt en de culturele rijkdommen en wijsheden worden omgewoeld en de verloren verhalen de boventoon gaan voeren. Wanneer de bronnen van wetenschap, wijsheid en cultuur, die onteigend zijn, valselijk opgeëist ook door het Westen, de openlijke erkenning krijgen die zij verdienen. Ik kan me voorstellen, als ik me inleef in hoe jij denkt en wat jouw werk zegt, dat jij aan Neo Cole zou zeggen: kijk voorbij deze tijdelijkheid, die ondanks de verwoestende werking jouw menselijkheid niet mag aantasten. Blijf vertrouwen op je spirituele relatie met het continent Afrika en zie jouw menselijkheid in de ander. Wat ben ik blij dat schrijven jouw vluchtroute is geworden in het asielzoekerscentrum, daar in die bibliotheek van Ba. Jij schrijft daarover in Ongekende Liefde, pagina 197. deze gekozen weg, zeg jij. En ontstaan uit een samenloop van omstandigheden zou me sparen voor de nietigheid en de verwoestende wervelwind van het leven. Wel, deze gekozen weg maakt dat wij vandaag kunnen lezen en leren van de wijze, innemende en erudite schrijver Famba Sherif. Convalius, ik wil alle sprekers direct uitnodigen op het podium. Shishani, Anthony, Famba, Ernestine, neem plaats. Ja, ga zitten. Dit zou eigenlijk een gesprek daarna zijn, maar jullie zijn het gesprek al lang begonnen. Ja. En het is niet alleen tussen jullie, maar tussen continenten, tussen boeken, tussen heel veel dingen. Dus ik vroeg me af, misschien Famba, eerst wil jij reageren op al deze mooie woorden die we net gehoord hebben? Ja, ik ben sprakeloos. Nou, bedankt Anthony, Ernestine, voor de prachtige woorden. Ja, ik voel me nederig hierdoor. Ja, maar bedankt. Ja. Nou, dan begin ik met de eerste vraag voor jullie allemaal misschien. Het thema van deze Black Achievement Month is verbonden generaties. En als het gaat om verbondenheid met eerdere generaties, is afkomst dan doorslaggevend. Dus loopt verbondenheid met de geschiedenis automatisch via de wortels van je eigen voorouders. En ja, heel veel mensen zijn natuurlijk ook ontworteld. Dus hoe denken jullie daarover ook? Met het oog op de verhalen die we gehoord hebben, die zo'n verbondenheid scheppen ook. Mag ik daarop reageren? Ja, natuurlijk, Shishani. Ik heb onlangs een DNA-test gedaan. En ik denk dat ik wens echt dat elk persoon dat doet. Want ik ben geboren in Namibië, Belgische vader, Nederland opgegroeid. Dus mijn identiteit heb ik gevormd en heb ik voor gevochten van wie ben ik, ook als mixed person in Europa. Maar dat was altijd heel sterk gebaseerd op die landen waar ik dan vandaan kom.
blijkt dat ik deels Nigeriaans, Keniaans, Scandinavisch, Fins, West-Aziatisch ben. En dat, bijna alles. Bijna. En dat verandert je perspectief op wie je bent, ja, en wie je voorouders zijn en welke reizen we hebben gemaakt, compleet. Dus er zat niks tussen van Zuidelijk Afrika, het was allemaal West- en Oost-Afrika. Dus dan denk je al, mensen hebben gereisd, mensen hebben elkaar ontmoet op een reis naar Zuidelijk Afrika. Daar hebben ze hun dorp gesticht en is het leven verder gegaan. En ja, zo komt mijn familieverhaal naar voren. Maar de specifieke verhalen die we hebben zijn heel belangrijk. En tegelijkertijd het uitzoomen en zien hoe ver weg die ook kunnen liggen en hoe breed die kunnen zijn. Dat verandert echt. Ik ben sinds die dag letterlijk, ik voel me een ander persoon. Ik kijk naar Scandinaviërs en ik denk, we're family. Mm. Weet je wel? Al zien ze mij misschien niet zo. Maar zo, dat besef is heel belangrijk. Dus ik denk dat we als mensen ook uit dat hele nationalistische gesprek kunnen stappen. En verder kunnen kijken dat het onze interactie als mensen überhaupt op een heel ander niveau tilt. Maar natuurlijk, waar we vandaan komen, wat we hebben meegemaakt, dat bepaalt waar we vandaag staan. Dus dat wilde ik even delen, gewoon omdat het zoveel voor mij heeft gedaan. Mm-hmm. Ja. Dank je wel. Nee, het is, doe maar denken aan de prins, een van die heersers van Kuwait. Hij was gewoon een donker man. Hij is later emir van Kuwait geworden. En het verbaast me als een Libriaanse jongen die daar ging wonen, om in dat Arabische wereld een donker man te zien, gewoon die de heerser was van het land. En dus het maakt me nieuwsgierig naar de aanwezigheid van zwarte mensen in de Arabische wereld. Er is niet veel bekend daarover. Ja, en dat hij zo ver kon klimmen in dat wereld en om zelf de emir van het land te worden. En dat veelzijdigheid van de afkomst en geschiedenissen vond ik heel bijzonder. Mm-hmm. Ja. Ja, ik heb niet per se, laten we het zo zeggen, die familiegeschiedenissen zijn belangrijk. Er zijn allerlei manieren om met overdracht bezig te zijn. Ik doe het ook, ja, ik ben nu gepensioneerd. Dus jongeren om mij heen, dat is een hele bijzondere, prettige positie. Jongeren om mij heen, ik heb een soort grotere verantwoordelijkheidsgevoel, ontdek ik. En ik vertel graag verhalen, maar het gaat ook over de geschiedenis van bijvoorbeeld theater waar we mee bezig zijn geweest. Of dat ik hoorde jongeren spreken en zeggen van, die generatie voor ons, die heeft niets gedaan aan antiracisme. Ja, dan is er een reden om te gaan vertellen wat die generatie wel degelijk heeft gedaan. Ja. Dus zo ben ik er op verschillende manieren mee bezig. Dankjewel. Ja. Ik ben er mee bezig doordat ik sinds een paar jaar 2 kinderen heb. En 3 jaar en 6 jaar. En die vragen echt om die verhalen over Suriname. En dat is zo mooi en bijzonder. En ook als ik kijk naar hun school ook. De hele wereld komt daar. Allerlei mixen, allerlei combinaties. En als ik in die klas kijk, dan voel ik ook dat ze hun verhalen wisselen en uitwisselen. En dat die wortels ook daaronder al die verbondenheid hebben. Nee. En ja, dat is heel bijzonder om te zien. Ja, dus die zoektocht naar afkomst brengt ook verbondenheid in plaats van afgescheidenheid misschien. Mm. Toch terug naar dat alles is één of iedereen is één. Misschien is dit ook, als er vragen in het publiek zijn, steek vooral uw hand op. Dan komt er een microfoon naar u toe. Zijn er al prangende vragen? Nee, jullie zijn nog allemaal goede luisteraars. Dus is ook misschien meer om in te gaan op de literatuur. De werkgroep richt zich sterk op literatuur als instrument om het gesprek over ongelijkheid op basis van huidskleur en afkomst te beginnen. En jullie zijn allemaal werkzaam in verschillende disciplines, maar ook in literatuur. Of ook, waarom zou dat nou juist zo'n geschikt medium zijn om dit gesprek te beginnen of over te dragen? Ik denk dat de rol van literatuur is
net zoals wat nu televisie is. Hè? De hele manier van hoe het Westen naar Afrika of naar de rest van de wereld hebben gekeken is via literatuur. Niks voor niks dat het werk van Edward Said, Orientalisme, zoveel ophef en controversie had geleid. Omdat voor het eerst laatste mensen wat in die boeken die geschreven worden door Engelse mannen die in Londen zaten. En hoe ze dan, ja, dat zo bepalend dat visie was geweest voor hoe ze omging met kolonialisme, hoe ze omging met anderen. Het verbaast me, om te laten zien hoe die invloed van zo'n werk toe de dag van vandaag bepalend is. Enkele jaar geleden werd een van mijn boeken vertaald naar het Engels. En dus mijn Engels uitgever had iemand ingehuurd om publiciteit te doen voor mijn roman Het Land van de Vader was het. En ik was verbaasd, dus een Engelse vrouw, zij schreef mij. Ze belde mij, heel enthousiast van, ik heb een hele bijzonder mooi boek over Liberia ontdekt, gevonden. Dit boek moet je echt lezen. Het is zo belangrijk, het is door een Fransman geschreven. En ik, nieuwsgierig, ik kon het boek niet in Nederland krijgen. Dus via mijn Duitse uitgever heb ik dat boek gekregen. Ik begon het te lezen en ik werd alleen maar boos en kwaad en kwaad. Hoe kan een mens dit boek lezen en aanbevelen aan iemand anders? Ik herken niks aan Liberia in het boek. Het is alleen maar het is echt alleen maar negatief, stereotype beelden over Liberia. Het is een boek geschreven door een Fransman en vertaald door Edward Fitzgerald. Dat is een van de grote Engelse schrijvers. Het boek was gewoon een klassieker in Engeland. En dat boek wordt nu door iemand in de 21ste eeuw aanbevolen aan een Liberiaan om te lezen over hoe zijn land gezien werd door een Engelse man of een Franse man. Dus literatuur is echt heel erg bepalend. Ik denk, daarom toen wij Zwart schreef, dacht ik, ik weet niet of het de inleider had gehaald, dat met dat bondoog gingen wij de hele Nederlandse literatuur voorgoed veranderen. Omdat ik geloof dat echt stellig, omdat al die deelnemers in dat wondel, ze hebben ambities, ze hebben inspiratie, ze hebben aan de manieren van kijken naar deze samenleving. Mm. Door dat gewoon inspanningen gaan wij anders kijken naar onszelf, wij Nederlanders. Dat is dus de impact van literatuur. En wat was, kun je nog even vertellen van wat was de selectie voor Zwart? Hoe werden de schrijvers geselecteerd voor die bundel? Dat waren schrijvers. Oh ja, van Afrikaanse afkomst. Ja, dat was de bundel. Ja. Om ook een ander verhaal, of een verhaal wat misschien anders niet gehoord was, te laten. Ja. En niet Caribisch, hè? Die ook Afrikaanse. Ja, niet Caribisch. Het was echt nieuw voor het eerst. Maar ja, dat kan zijn. Ik zeg het vaak, wij hebben een gemeenschappelijk doel en de manieren om dat allemaal te bereiken, op de ene kant komt van de andere kant. En we hebben allemaal dezelfde strijd, hè? Dat is gewoon, daar gaat het om, uiteindelijk. Misschien andere? Ja, ik wil daar op reageren. Het belang van literatuur, maar ook het belang van orale geschiedenis. Ja, voor mij is het gewoon heel belangrijk om ook te kijken, kan orale geschiedenis zo'nzelfde positie en status krijgen als we het geschreven woord zien? Want in zoveel plekken zit er zoveel kennis, maar dat zien we niet als kennis, omdat het dus niet is opgeschreven. Dus ook toen ik opgroeide was iets wat in een artikel staat, dat is de waarheid, want het is opgeschreven. Dus ook hoe we daarmee kunnen werken eigenlijk, van hoe kunnen we andere vormen van kennis naast het geschreven woord ook die status, die ruimte en dat belang geven. Want dat mist heel erg. En vooral omdat ik bezig ben voornamelijk vanuit muziek en wat voor kennis en verhalen en geschiedenis wordt doorgegeven via muziek. Dingen die dan nog niet zijn opgetekend, die bestaan dan nog niet, want mensen weten daar nog niet van. Maar ook merkte ik daarin
hoe dat toch anders wordt gezien. Als er niet over is geschreven of als er niks bestaat, dan heeft het toch echt een heel ander status. Dus dat is iets wat ik zelf heel boeiend vind en belangrijk. Hoe we kunnen kijken naar het belang geven aan niet geschreven orale geschiedenissen. En dans en theatervormen die niet zijn geschreven. Ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen wat het is om te leven zonder literatuur. Dus we hebben verhalen nodig. We maken iedere dag ook verhalen. En werelden komen naar je toe. Ja. Je emoties die geprikkeld worden. Want dat is ook wat theater doet. Dat is wat muziek, dat is wat de kunsten doet. Maar dat is ook literatuur. Je gaat leven met die personages. Dus ook voor je hersens, ontwikkelingen, maar ook voor je gevoel van hoe die wereld in elkaar zit. Ik kan me herinneren, jij noemde ook Pramudja Anantatur. Ja, dan kan je nog zoveel boeken gelezen hebben over Indonesië. Maar pas als je dat gaat lezen, ga je... Ja, en ik denk dat die boeken, als mensen maar blijven lezen, gaan helpen om je eigen wereld te relativeren en te spiegelen aan anderen. En ook te zien, ja, dan komen we er misschien wel achter dat we één zijn. Ja, ja, oké. Simon, voor mij is het ook wezenlijk in die zin, af en toe moet ik spreken ergens, of dan is er een bijeenkomst over diversiteit, over racisme. Ik begin altijd met de vraag, er zitten er 20 mensen, 30 mensen, wie heeft er ooit wel eens een boek gelezen van James Baldwin? Precies. Goed. Ja. Dan gaan er misschien twee vingers om. Dan denk ik van, als u hier komt, u bent welkom, we zijn allemaal welkom, maar probeer te gaan lezen, probeer die boeken mee te nemen. Het andere is, boeken zijn belangrijk om die verbale communicatiekwaliteiten te verdiepen. Want uiteindelijk, die verhalen, het kunnen praten, niet de one-liners. De one-liners, maar probeer die verdieping te gaan zoeken. En een dag, twee dagen lang door de ogen van een specifieke schrijver naar de wereld te kijken, helpt je inderdaad om even buiten jezelf daarin te stappen. En literatuur is daar een cruciaal. En ook precies jouw woorden. Je komt die toekomst, we komen die toekomst niet in als we de geschiedenis niet kennen. En dan heb ik niet eens over Frans Fanon, die te weinig gelezen wordt. Het zijn belangrijke boeken die ons gaan helpen. Ja. Groot vertrouwen hier in de literatuur. Er is één vraag in het publiek. Wacht tot de microfoon is, dan horen ook de mensen thuis. Ik wil hoopvol zeggen. Ah, oké. Dat idee dat, dat orale culturen en literaturen misschien wel bestaan uit veranderingen en verfraaiingen en vergissingen. We kennen namelijk in Nederland het verhaal van Koos de Haan heeft de kraan open laten staan. Dat wordt doorverteld. En het wat begon met een kleine lekkage op het aanrecht, komt geloof ik uiteindelijk neer op een overstroming. Maar als het om werkelijk geheiligde teksten gaat, om historische teksten, zijn er talloze bewijzen dat orale cultuur zeer krachtig is en dezelfde waarde heeft als de vroegste geschriften. Een van de grote voorbeelden is het Pali in het... De bron van het boeddhisme, dat is als bron ontstaan, laten we zeggen, in het noorden van India. Uiteindelijk is er splitsing geweest richting China, richting Sri Lanka, zit 2000 jaar tussen. Die teksten zijn identiek. Ja. Dus in 2000 jaar hebben mensen belangrijke teksten doorverteld, onthouden en die zijn nauwelijks verschillend. Dan heb je Mazisi Konene, een hele grote Zulu-dichter, Praise poems, de Zulu praise poems, dat is de Shakespeare van Zuidelijk Afrika, die Mazisi Konene. Dat zijn verhalen die, en dat blijkt nu steeds meer uit opgravingen, uit andere bronnen, die werkelijk gebaseerd zijn op werkelijke verhalen. Dus en dat wetenschappelijke inzicht dat die orale cultuur er steeds meer toe doet, dat is groeiende. Ja. Ja, omdat... Ja, precies, want ik wou jou vragen van, is het niet die Jalee waar jij het over hebt? Ja, die Jalee's, daar had ik het over. Het is heel opvallend. Ik ben opgegroeid bij die Sundiata Apples. Dat is een man, die eerste grote koning van Mali. En dus het is heel opvallend in veel landen in West-Afrika
Liberia, Sierra Leone, Guinea, Mali, Gambia, Senegal en nog veel meer landen. Dat de Syriate appels is gewoon bijna hetzelfde in al die landen. Het is ongelooflijk dat die mensen door al die eeuwen heen, ja, ze hebben die naam en die appels in stand gehouden. Zelfs zover, ik kreeg dus via Gambia een andere versie of outlet of verdieping van het appels. Die naam Sundiata. Dus in de Mande, een dief is som. En Jata is afpakken. Dus, maar mensen spreken de naam zo snel uit, Sundiata. Dat ik nooit, niemand had mij in mijn directe omgeving in Liberia verteld wat die naam zou betekenen. Toen ik die Gambiaanse versie van de Sundiata appels had gelezen. En toen kwam ik achter dat som, dief, jatta, afpakken, dat die man niet de rechtmatige erfgenaam was van de koninkrijk Mali. Hij heeft gewoon de macht gepakt. Mm-hmm. Dus dat is de essentie van zijn naam. Mm-hmm. Dus echt waar. Dus eigenlijk de dief die de macht pakt. Sundiata, de grote Sundiata. En dus veel Liberianen weten dat niet. Dus nu als ik een gesprek ga met Liberianen, zeg ik, weten jullie wat dat betekent? Sta maar stil bij het woord zon. Ze zeggen, ja, oh ja, dan zien ze dat pas. Omdat het wordt zo snel gesproken. Mm-hmm. Dus dat is de kracht van orale traditie. Mm-hmm. Ja. En om te weten dat veel Fransen en Westerse schrijvers kwamen in aanraking met het grote appels. Zo die had het dus bij, toen hij heerser van Mali werd, heeft hij dus die eerste grondwet, een van de oudste ter wereld, samengesteld, Kruka-Fuga. Dit is nu erkende UNESCO-erfenis, werelderfgoed. Dus dat wij dat allemaal hadden en mensen zeggen dat wij geen geschiedenis hadden. Dit is gewoon onvoorstelbaar. Serieus. Ja. Ja, er is heel veel geschiedenis en er is ook een hoopvol idee misschien dat de mensheid een heel lang geheugen heeft, zelfs als het niet op schrift gesteld is. Ja. Maar een van de andere terugkerende thema's in jullie bijdrage was het idee van een ontmoeting, dat er een ontmoeting nodig is om dit over te dragen aan andere generaties of mensen die dit nog niet weten. Hebben jullie het idee dat die ontmoetingen meer plaatsvinden, dat die meer mogelijk zijn, of wat kunnen we doen om meer van die ontmoetingen te creëren? Ja, Ernestine, jij... Het is een beetje een brede vraag. Ik vind trouwens dat je via de literatuur ook ontmoet. Mm. Dus dat is een heel belangrijke ontmoeting. En dus dat is iets wat we kunnen doen. En ik vind wel dat er aardig wat ontmoetingen steeds meer ook worden georganiseerd, hoor. Zoals vanavond. Ja, zoals vanavond. Ja, daar ben ik heel positief over. Het heeft een weerklank. Het wordt uitgezonden en ja, gesprekken beginnen, komen los. We zien niet altijd wat het effect is, want hier, we zitten hier, maar het reikt verder. Dus in die zin... sowieso heb ik het idee, hoe kritisch ik ook mogen zijn en ook heb geuit. Er is een ontwikkeling die gewoon niet te stuiten is. Punt. Dus ja, het gaat erom, wat kies je? Ben je onderdeel van die ontwikkeling of niet? Maar het is niet te stuiten. Is dit zo af dat we er niks aan kunnen toevoegen? Er is nog een vraag uit het publiek. Staat die? Ah ja. Ja. Ik heb een vraag over vertaling. Want ik zeg, we hadden het over Baldwin. En het eerste boek van Baldwin die ik gelezen was Another Country. En ik heb twee Nederlandse versies achter elkaar gelezen zonder te weten welke goed of niet was. En door de tweede te lezen heb ik begrepen dat de eerste heel slecht was. En dus is het de vraag voor, als iets vertaald wordt, waar moeten we zoeken? Of wat maakt een vertaling goed? En hoe kunnen wij, als ik zeg, ik wil een boek lezen in het Engels bijvoorbeeld, hoe kan ik weten wat een goede vertaling is? Of hoe kunt u weten wat een goede vertaling is?
Ja, ik denk dat het een moeilijke vraag is. Er zijn schrijvers die meedoen aan de vertalingen zelfs. Hè? Bijvoorbeeld Isaac, mijn grote voorbeeld, de Poolse, Joodse, Amerikaanse schrijver, Isaac Bashev Singer, die schreef in het Jiddisch en hij werkt mee aan de vertalingen. Dus eigenlijk die teksten, de Engelse teksten, waren zijn teksten. En ze waren heel goed, dus hij had een beetje wat controle over de inhoud van zijn vertalingen. Maar ja, ik heb begrepen dat ik was op tournee in, door Duitsland en mijn moderator die zei dat de vertaling van mijn roman Zwijgplicht slecht was, omdat hij had de Engelse versie gelezen. Hij dacht dat de Engelse vertaling beter was dan de Duitse vertaling. Dus ik denk vertalingen zijn wel essentieel. Het is noodzakelijk, maar hoe gaan wij daar om? Tot voor kort waren Russische vertalingen naar het Nederlands heel slecht, hebben begrepen. Ik las zelf een verhaal van Tolstoy in het Engels en las ik dezelfde verhaal in het Nederlands. En het hele hoofdstuk was gewoon weg in de Nederlands vertaling. Oh. Dus dat was een beslissing van de vertaler. Ja. Waarschijnlijk dacht hij, oh ja, dat is die Tolstoy, die is te lang aan het woord, dus laten wij gaan. Dus ja, ja. Dus ik, maar ja, ik snap wel die discussies nu met vertalingen, het belang van vertalingen van vooral verhalen geschreven door zwarte mensen en dat het wij een geschikte vertalers moeten zoeken die dan trouw kunnen zijn en de nuances in het woord en de zinnen kunnen begrijpen. Zo'n debat is wel essentieel, denk ik. En ja. Misschien kan ik iets aan toevoegen wat ik me altijd afvraag. Misschien kan Adriaan daar ook iets over zeggen. Als die vertaling plaatsvindt, dus diegene die vanuit het Duits in het Duits jouw boek moet gaan vertellen, kom je deze persoon ook tegen. Ik kan me voorstellen, ja, is een dag met zo iemand doorbrengen. Oh, ja. Dat iemand jou hoort, jou ziet. Ja. Ik weet niet of Adriaan dat ook kent met zijn vertalingen, maar hoe werkt dat? Wat is die wereld? Een goede vertaler neemt contact op met de schrijver. Ja. Aha. En als ze dat niet gedaan hebben, dan mag je wel een vraagteken stellen. Ja. Dat hebben ze niet gedaan. Nee. Dus dat wordt over het algemeen gedaan, maar het wordt een beetje lastiger als als je boek in het Chinees wordt vertaald, want daar heeft men inderdaad wel eens de neiging dingen weg te laten die onwelgevallig zijn. Mm. Maar dat hoor je dan vaak later. Mm. Dus dat is, dan kan je heel verontwaardigd zijn, maar dan is het al gedrukt. Mm. Ja. Het is wel een beetje een luxe probleem. Maar veel belangrijker vind ik inderdaad in het continent Afrika, dat heel veel schrijvers schrijven in zekere zin in een geleende taal. Mm. Thuis spreekt men de eerste 10 jaar vaak een andere taal. Oh, ja. He, in West-Afrika, in Senegal, Wolof. Er zijn 31 miljoen mensen die Wolof spreken. Ja, ja. Ja. Dat is meer dan Nederlandstaligen, inclusief Vlaanderen en zelfs dat het Afrikaans, wat weer allerlei wonderlijke wortels heeft. En toch is er nauwelijks een literatuur in de kindertaal. Mm-hmm. Omdat die Franse taal een paspoort naar die grotere wereld is. Ik denk dat het van heel groot belang is als het continent Afrika en de schrijvers besluiten ook een kinderliteratuur te ontwikkelen. Oh, want zo maak je lezers. Ja. En er waren schrijvers die dat deden. Ngugi wa Thiong'o heeft zijn naam James Ngugi en Ngugi wa Thiong'o. De Keniaanse schrijver. En die is blijven schrijven in het... wacht eventjes. Kikuyu. Wallace Young heeft het 1 keer gedaan, want je verkleint je lezerspubliek. Mm-hmm. Want heel veel lezers van African literature, noem ik het maar even gemakshalve, die wonen in Parijs en Londen. Ja. Het is heel lastig en langzaam, maar het gebeurt steeds meer om bibliotheken te ontwikkelen. Ja. En als je zegt tegen mensen die actief zijn in ontwikkelingswerk, tussen aanhalingstekens, ja, die waterput wordt wel geslagen, maar die bibliotheek, die moet je bouwen. Mm-hmm. Dat is een heel groot... We zijn dit jaar begonnen met een prijs. Die heet Kemet Awards for the Advancement of African Languages. Mm-hmm. En dus onze grote sponsor is Ngugi wa Thiong'o. En de bedoeling is om elk jaar een prijs
aan te reiken aan iemand die in het Afrikaans, een van de talen van Afrika schrijft. En we hebben nu, volgende maand hebben wij een professor, hij heeft op Yale en Harvard lesgegeven, Boubacar Diop heet hij. Ja, hij heeft besloten na al die bijzondere carrière in Amerika en Frankrijk, om een roman uit te geven in het Wolof. Die heet Domi Golo. Ik kan het aanbevelen, is een Frans en Engels vertaling van. Dus we gaan hem interviewen volgende maand. Onze organisatie heet KAAL. Drie keer al. K-A-A-L. Awards. Mm. Ja. Dat is nieuws voor ons. Ja, dus misschien kunnen we dat ook later delen waar we meer informatie daarover kunnen vinden, over deze awards. Want misschien een soort van conclusie van dit gesprek is dat vertalers een grote rol spelen in elke ontmoeting tussen lezers en schrijvers. En ook om het verbreden van wat ons beschikbaar is als lezers. Verder dan verhalen die misschien een verschrikkelijk verkeerd beeld geven. Van je eigen afkomst of een land of geschiedenis, als het voorbeeld wat jij eerder gaf van de ik moet afsluiten. Dank jullie allemaal voor je bijdrage. Ik hoor hier verbazing. Tenzij er nog een hele, hele prangende vraag is. Dan kunnen we dat. Oh, twee. Twee zelfs. Dan moeten jullie allebei half zo lang als je gepland had je vraag stellen. Kunt u mij verstaan zo? Ja, ja. Okay. Kunnen u verstaan. Ja, ik ben van... Sorry. Nou gaat hij te hard. Ik ben van een oudere generatie. En ik moet zeggen, ook vanaf mijn 16 jaar was ik dolblij dat mijn moeder een abonnement nam op een bibliotheek. Dus dat betekent, ik ben gek op lezen. Mijn hele leven al. Wat ik eigenlijk nu hoor, is dat, laat ik het heel simpel zeggen. Zoals de middelste vrouw zegt, leven, ik kan niet zonder literatuur. Maar daar moeten we toch over bewust zijn dat er vele bevolkingen zijn die daar geen tijd voor hebben. Omdat ze gewoon honger hebben. Mijn broer die woont al 59 jaar in Zuid-Afrika. En dan hoor ik zijn verhalen dat er op dat moment 3 miljoen Zimbabwanen door de president weggestuurd zijn. Deze mensen moeten alleen nog maar knokken voor een dagelijkse boterham. En ik heb zelf met eigen ogen gezien hoe dat af en toe gaat. Dat mensen hutjes bouwen van plaat en karton. En weten niet dus hoe ze de dag doorkomen. En dan is de literatuur helemaal weg. Ik zal de vraag even samenvatten. Dus literatuur is een mooie manier voor ontmoetingen. Maar er zijn ook veel mensen die niet eens de optie hebben om daaraan te beginnen. Of de tijd. Is dat waar? Die mensen hebben verhalen. Hè? Ja, precies. Ja. Op andere manieren wordt er toch informatie, kennis en ook plezier doorgegeven via verhalen. Ook daar. Er was nog één hele snelle vraag hier. Het ging zo snel. De prachtige inleidingen die zijn gegeven en de gedachtenwisseling die heeft plaatsgevonden, maakte mij bewust van het volgende. Het gaat over ontmoeting. Werkend met jonge mensen uit de hele wereld, zwart, wit, bruin, alle kleuren, deden wij vanuit de faculteit bedrijfskunde, deden wij een avond met groepen studenten, Global Dinner. En wij nodigden studenten uit, ze kregen een heel klein budget. Van dat kleine budget kookten ze voor elkaar en wanneer ze het gerecht opdiende vanuit hun eigen achtergrond, dan genoot je als deelnemer van de trots van die mensen, uit welk land ze ook kwamen, vanwege het gerecht waar ze jouw deelgenoot van maakten. Ja. En nu vanavond horen we veel over literatuur en ik ben enorm geroerd wat ik allemaal gehoord heb. Maar mijn maag begon te borrelen en mijn neus begon te werken en ik werd me dus bewust dat naast het oor er ook de neus en de tong is die een cruciale rol speelt bij ontmoeting. Ja, ja, klopt. Dank je. Inderdaad, dank je. Ik denk dat dit een perfecte afsluiter is. Er zijn heel veel vormen mogelijk. En dat is misschien ook een hele hoopvolle conclusie. Heel hartelijk dank voor al jullie bijdragen. En hiermee sluiten we het af. Dank u wel.